hangt een hele nerveuze sfeer. Even een voorbeeld. Ik stond er net op straat om eventjes iemand te interviewen. En mijn tas ligt 2 meter verder. En een politieagent springt daarop af. En in paniek vraagt hij van wie is die tas? Van wie is die tas? Men is als de dood hier. En gelukkig was dit loos alarm op de luchthaven. Maar ja, daar staan ook wel eens koffers eventjes geïsoleerd. En men dacht dat het een pakketje was, een bom. Maar gelukkig dus niet. Hier langs de kust zie je overal marinevaartuigen. En de kustwacht die hier rond patrouilleren. En hier op de boulevard is alles afgezet op het ogenblik. Ja, de sfeer is gelaten. En aan de andere kant, dat vind ik altijd zo bizar ook weer, Maaike, zitten de terrassen op de boulevards en de avenues hierachter. Daar heb je van die grote loopboulevards en winkelstraten. Die zitten helemaal vol toeristen. En de terrasjes zijn vol. Mensen zitten heerlijk in de zon. Het leven gaat ook weer gek genoeg door. En hier bizar, een stukje verderop, op de boulevard. Ja, daar liggen de lijken nog steeds op de plek waar ze gevonden zijn. En dat doet men vanwege het feit dat dat onderzocht moet worden. En ja, zo gaat het ook in Nederland. Dat criminele onderzoek moet eerst afgesloten zijn. En ja, ik heb inmiddels wat ooggetuigen gesproken. Bijvoorbeeld ook een Nederlandse, André Hoving uit Almelo. En die had gisteren heel veel engeltjes boven zijn hoofd. Hij liep met zijn vrouw en zijn kind, liep hij hier op de boulevard en zag de bus aankomen. Laten we even horen wat hij zegt. Ja, je loopt eigenlijk niets vermoedend, zeg maar. Niets vermoedend over de boulevard heen. En we genieten. En we zeggen nog tegen elkaar hoe leuk we het eigenlijk allemaal vinden. En dan ben ik toevallig even richting de strand aan het kijken. Er is een strand en mijn vrouw die kijkt vooruit. Die ziet daar iets gebeuren. En die zijn mee in. Onze zoon loopt meestal aan deze kant, zeg maar. In de veilige zone, als je het zo mag zeggen. Ik moest me even oriënteren. Dus ik kijk, ze zeggen van, er is iets aan de hand, we moeten weg hier. Dus ik kijk eerst om me heen. Om dan zie ik in één keer voor mij dan, op dat moment zie ik die truck aankomen met een behoorlijk hoge snelheid. 90 tot 100 schat ik ongeveer in. En die was zigzaggend mensen aan het scheppen. Dat zag je ook gebeuren? Dat zag je gebeuren, ja. Ja. En mijn vrouw die wou mij al wegtrekken, maar ik was nog steeds, omdat hij een zigzagger was ik het moment aan het afwachten waar ik naartoe moest. Want ja, je kunt één keer die keuze maken, of je ligt eronder of je ligt ernaast. Ja. En, op dat moment nam ik een sprong opzij, omdat ik had geen keus meer. Hij wijkte weer af naar rechts. Ik zie dan die cabine een beetje overhangen. En ik maak een sprong naar rechts en ik kan ook tegelijkertijd mijn benen intrekken. Ik neem mijn vrouw mee, we liggen allebei op de grond. Wel, we hebben schaafwonden vanaf gekomen. Ja, ze hebben die avond zijn ze nog bij elkaar gekomen. Ze hebben heel veel gepraat, ze hebben een wijntje genomen en zijn naar bed gegaan. En zo'n lief, Tom, 13 jaar, is bij zijn ouders gaan slapen. Maar de lol is er vanaf voor deze familie. Die zeggen van, ja jongens, kijk eens, alles is... We gaan of naar huis of we gaan naar een ander adres. En dat geldt voor heel veel toeristen die vandaag hebben uitgecheckt of die hun reis naar Nice hebben geannuleerd.